Het is een spel van 2 tot 5 spelers waar je ongeveer 2 tot 4 uur mee zoet bent. Het idee is, je gaat een soort dungeon crawler spelen. Een aantal spelers zijn de helden die door de dungeon gaan op zoek naar het eindgevecht, de schat, de eindbaas, wat hun doel ook is. En één speler speelt de monsters en de dungeon en alle vallen. We gaan maar eens kijken wat er allemaal zit in deze gigantische doos. Het spel is gemaakt door Kevin Wilson en wij krijgen van hem de spelregels in het Engels, Fancy Flight natuurlijk. Veel voorbeelden, veel uitleg en duidelijk in stapjes uitgelegd hoe het spel gespeeld wordt. Een quest guide voor de monsterspeler met de verschillende quests, hoe ze op te zetten en stukjes flavor die hij erbij kan lezen en introducties om het verhaal gewoon volledig te maken. Mensen die het spel Doom the Board Game hebben gespeeld, die zullen hier heel veel herkenning in vinden. Daarnaast is dit spel gemaakt in het Terranoth universum, oftewel het Runebound multiversum van Fantasy Flight. En je zult ook zien dat figuurtjes en de miniatuurtjes overeenkomen met de Hero of de Runebound miniatuurtjes. Dus heb je Runebound figuurtjes laten schilderen, zoals ik, en je krijgt ze dan nog een keer bij Descent, dan is het allemaal dubbel. Verder krijg je heel veel tegels, onderverdeeld in vakjes, en die kunnen als puzzelstukjes aan elkaar geklikt worden. En dat is precies hetzelfde systeem als in Doom the Board Game. Deuren om er bovenop te zetten en allerlei soorten vormen tegels. En een gigantische zak met allemaal monsters in de meest prachtige vormen en formaten die er zijn. Echt van allerlei nog wat. En het zou Fantasy Flight niet zijn als ze niet ontzettend veel tokens bij het spel hadden gedaan. Waar ik natuurlijk straks veel meer uitleg over ga geven. Ik ga ze nu niet één voor één allemaal behandelen. En allerlei soorten kaarten voor allerlei dingen en nog veel meer. Dat is wat we krijgen. We gaan een spel opzetten, want dat is veel leuker dan kijken naar een doos met stukjes karton. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb gekozen voor quest nummer 1, Into the Dark. Alle spelers beginnen met een hero. Je kunt of zeggen, we nemen de hele stapel hero kaarten, we schudden en we geven elke speler er één. Ik heb 3 spelers in mijn voorbeeld, maximum is 4. Of je zegt, we kiezen allemaal een speler. Op zo'n hero kaart staan verschillende waardes, leventjes, energie, weerstand en verplaatsing. En hier onderaan staan de starting skills van elke held. Je hebt fighting, subterfuge en magic. Zij begint dus met 3 in magic. En dan krijg je gewoon 3 willekeurige kaarten. Alle helden krijgen die kaarten. Deze hebben bijvoorbeeld 1 fighting, 2 subterfuge. Dan mogen ze, beginnend met de startspeler, mogen ze 1 van deze skills, mogen ze zeggen bijvoorbeeld, die bevalt me niet, die leggen ze weg. En dan krijgen ze daar de bovenste nieuwe kaart voor terug. Nadat alle spelers die optie hebben gedaan, worden alle kaarten die weggelegd zijn, worden weer door de stapel heen geschud. Elke speler begint met 300 goud. Hier ligt zijn fatigue en zijn health ook nog eens een keer even in fiches, zodat je ze bij kan houden. Dan heeft iedere speler een hero turn token met een 0 en een x en de 4 hero order tokens. Dan krijg je allemaal nog een miniatuurtje. Zoals ik al zei eerder, ik heb al mijn miniatuurtjes laten schilderen. In het echt zijn ze gewoon grijs, maar ik vind dit even wat stoerder. Dan mogen alle spelers ook nog eens een keer in de marktstapel kijken naar items. En dan mogen ze items kopen. Je ziet hoeveel handen je hebt en je ziet hoeveel een item kost. Dit zijn de dobbelstenen waarmee je gooit en die liggen daar bovenaan. En die bepalen hoeveel hits je kan scoren. Dus daar mag je ook nog eens een keer geld aan uitgeven. Hoeft niet, mag wel. De monsterspeler die zet de dungeon klaar. De monsterspeler, je ziet dat ik al allerlei monstertjes heb klaargezet. Aan de ene kant is dat heel leuk om te doen. Aan de andere kant neemt dat veel ruimte in en verklapt dat een beetje wat ze allemaal tegen kunnen komen. Dus dat zou ik niet doen. De monsterspeler zoekt de monsters die hij heeft op in de stapel monsterkaarten. Houd er even rekening mee. Je ziet dat elk monster heeft hier een getal. Dat bepaalt hoeveel spelers er in het spel zijn. Dit is een spel voor 4 spelers.
Dan pak je de monsters met 4. Dat bepaalt gewoon hoe sterk ze zijn. Dit zijn de... Ja, het heet geen monsterspeler, maar een overlord noemen ze hem. Nou ja, ik noem monsterspeler, vind ik makkelijker. De monsterspeler kaarten zijn kaarten. Dat zijn allemaal eigenlijk kaarten om de helden een beetje te etteren. En de monsterspeler legt klaar aan de hand van zijn boek welke tegels die allemaal nodig heeft, welke objecten die allemaal moet gaan neerzetten en welke vallen. Hier liggen de schatkistkaarten, daar liggen de resterende skillkaarten, de townkaarten. En zo ligt alles klaar om een spel te gaan spelen. En wat ik fout deed uit mijn Doom ervaring is dat ik niet de hele wereldkaart neerleg. Bij Descent zie je meteen wat de wereld is en hoe die eruit gaat zien. Dus je legt de hele tegel, de hele floor leg je neer. Je legt er alleen geen enkel monster op en je doet alle deuren plaatsen nog niet en geen enkele items. Dus je hebt alleen de lege kaart en dan een deur. En per geopende deur krijg je weer een aantal areas te zien. En je ziet dat alles weer in areas is verdeeld. De monsterspeler geeft aan hoeveel conquest tokens de spelers hebben. Als die ooit op zijn in dit scenario, dan hebben ze verloren. En we gaan straks kijken waar ze die allemaal mee kunnen verdienen en waar ze ze voor gebruiken. Hier staat een introductieverhaal, de startopstelling, hoeveel conquest tokens en het doel. In dit spel is het doel dat ze de reus Narthak moeten verslaan. En dit is de reus Narthak. En voor jullie beeldvorming... De miniatuurtjes zijn op ware grootte. Dus ja, daar hebben we nog wel eventjes een aardige kluif aan om deze beste man neer te krijgen. Als we die verslaan, hebben wij dit scenario gewonnen, deze quest. En dan kunnen we doorgaan naar andere quests. Elke area heeft een verhaaltje erbij. En wat de helden zien. En daar ga je dus ook neerzetten als monsterspeler. Wat je allemaal aan monsters hebt en deuren en schatten en meer van dat soort gaan. En dan zijn we klaar om een spelletje te spelen. Een ronde in Descent ziet er als volgt uit. Het heeft net zoveel beurten als dat het spelers heeft. Als eerste gaan alle spelers een beurt krijgen en als afsluiter krijgt de monsterspeler, Overlord genaamd in dit spel, een beurt. De spelers mogen onderling uitmaken in welke volgorde zij de beurt gaan spelen. En dat mogen ze elke beurt weer wijzigen. Als zij aan de beurt zijn geweest, draaien ze hem om en kun je zien, voilà, dat is 1 speler die een beurt heeft gehad, 2 spelers en 3 spelers. De beurt van een speler bestaat uit 3 stappen. Stap 1 noemen ze de refresh stap. Tijdens het spel kun je kaarten krijgen, voorwerpen die je kunt exhausten, oftewel die gebruik je en dan raken ze exhausted. Bijvoorbeeld dit schild, als je dat exhaust, dan cancel je 2 wounds die je op dat moment krijgt. Gebruik je die kaart, dan exhaust je hem, draai je hem om, ligt hij dicht, heb je hem nog steeds, alleen kun je hem niet meer gebruiken. Hij werkt dus niet meer. In de refresh fase, stap 1, gaat hij weer open. Stap 2 is het equippen van items. Je gaat jezelf dus voorzien van uitrustingsstukken. Je hebt een limiet aan het aantal items wat je mag hebben. Je zag al op een aantal items zag je van die handjes staan, zoals die. Je mag maar 2 handjes hebben aan items. Tenminste, je mag maar 2 handjes items actief hebben. Je mag er wel meer bij hebben, maar die zijn dan niet te gebruiken. Daarnaast mag een held maar 1 armor hebben, 3 potions en 2 overige items. En zoiets als een shield is natuurlijk weer een handje. En ja, overige items. Moet je denken aan dit soort dingen. Ze noemen ze others. En dat zijn dan runes. Dus dat is je limiet wat je uitgerust mag hebben. Heb je dus op een gegeven moment een beter wapen of een beter harnas, dan zul je dat moeten plaatsen. En dat slechtere harnas, dat stop je terug in je voorraad, een soort in je buidel. Je hebt het nog steeds bij je, het werkt alleen niet. Je mag er zelfs voor kiezen om die items die je toch niet meer gaat gebruiken, gewoon te laten vallen. Ook de backpack heeft een limiet. In de backpack mogen maar 3 kaarten zitten. De hoeveelheid goud die een held bij zich mag dragen is onbeperkt. Als hij alle goudstukken die er in het spel zijn gedrukt bij zich heeft, dan is hij goed bezig en dan is dat geen probleem. De laatste stap die een held doet in zijn beurt is hij mag een actie doen. En hij heeft keuze uit 4 verschillende acties. De eerste optie is het rennen. Bij het rennen mag hij 2 keer zijn verplaatsing aan vakjes verplaatsen. En dat is natuurlijk het groene laarsje. Het verplaatsen werkt eigenlijk heel simpel. Je ziet dat de wereld van Descent keurig opverdeeld is in vierkantjes en dat maakt het verplaatsen heel simpel. Je mag horizontaal, verticaal en diagonaal verplaatsen en dat alles kost elke keer 1
punt. Dus als ik bijvoorbeeld hier naartoe wil, dan zou ik dat kunnen doen door te zeggen 1, 2, 3, 4. Ik mag, zoals je al ziet, gratis door vriendelijke karakters heen lopen. Dat is geen enkel persoon probleem. Ik mag niet op dit vakje blijven staan en ik mag ook niet vanaf dit vakje iemand aanvallen. Normaal gesproken, als ik verplaats, mag ik bijvoorbeeld zeggen 1, 2 verplaatsen. Ik doe een aanval en ik verplaats weer 1, 2. Ja, noem maar wat. Wat niet mag, is dwars door obstakels heen lopen. Wat niet mag, is dwars door gesloten deuren heen lopen. En wat niet mag, is dwars door vijandelijke karakters heen lopen. Dat spreekt voor zich. Wat ook gewoon mag, is langs een karakter lopen. Je mag hier gewoon langs een enemy een beetje heen en weer lopen. Dan doet hij niks, behalve enkele uitzonderingen. Er zijn een paar karakters die hebben speciale eigenschappen dat ze mensen in de directe nabijheid ook grijpen. Nou ja, dat zal de monsterspeler, de overlord, je wel duidelijk maken als je dat probeert te doen. Of als je ernaar vraagt. Dat is het verplaatsen. Kies je dus voor actie nummer 1, het rennen, dan mag je dus in plaats van de normale 4, 8 stapjes verplaatsen. Alleen tijdens die 8 stapjes mag je geen aanval doen, wat normaal wel mag. Tweede optie die je hebt is battelen. Oftewel, je kiest voor aanvallen. Dan heb je 2 aanvallen in plaats van 1, maar 0 verplaatsing. Dus run en battle zijn elkaars tegenovergestelde. Dan hebben we de advance. Advance is eigenlijk het normale verplaatsen van 4 stapjes en dan 1 aanval doen. En dan mag je zeggen, ik doe 1 stapje en dan de aanval en dan de resterende 3 stapjes. Je mag zeggen, ik begin met een aanval en doe dan 4 stapjes. En die combinaties mag je zelf maken zoals je dat wilt. 1 aanval en 4 stapjes lopen. De laatste optie is, je neemt een ready round. Dan mag je of 4 stapjes lopen of 1 aanval doen. En daarna kies je een order. Dat zijn deze 4 fiches. 1 van die 4 fiches mag je dan kiezen. En die geven dan weer speciale eigenschappen. Daar gaan we gelijk maar eens even naar kijken. Dit is de aim order. Als een hero ervoor kiest om een aanval te doen, mag hij zeggen, voordat hij de aanval doet, ik gebruik mijn aim order. Die leg je dan weg. En dan mag hij zoveel dobbelstenen als dat hij wil opnieuw gooien. De dodge doet hetzelfde als de aim, alleen dan andersom. Als jij aangevallen wordt door een monster, mag jij deze dodge gebruiken om te zeggen tegen de aanvaller, ik wil dat je die en die dobbelsteen opnieuw gooit, waardoor hij waarschijnlijk een minder goede worp heeft. Dat is tenminste het idee. De derde die we hebben is de guard. Als je de guard speelt, mag je een interrupt aanval doen. Jij wordt aangevallen door een monster, dan zeg je ik gebruik mijn guard. En voordat het monster zijn aanval doet, doe je ze eerst zelf even een aanval. En misschien dat het monster dan al dood is. De laatste die we hebben is the rest. Die wordt pas geactiveerd de volgende beurt, de volgende keer dat je aan de beurt bent. En dan gebruik je die en kun je alle verloren fatigue, en dat zijn deze, die gebruik je meestal voor spreuken of speciale eigenschappen, mag je weer terugnemen zodat je weer je maximum hoeveelheid hebt. Al deze orders blijven bij een held liggen totdat hij of 1 of meer wounds krijgt, of dat hij weer aan de beurt is, dus dat hij bij de volgende beurt is, dan is hij ze ook kwijt, of als hij ze tussendoor gebruikt. En dat is dan niet voor deze, die kun je niet tussendoor gebruiken, maar deze kunnen tussendoor gebruikt worden. Zolang blijf je hem mee houden. Dat zijn de 3 stappen van de hero. Dan gaan we naar de overlord, de monsterspeler. Die krijgt ook een aantal stappen. Ook de beurt van de overlord bestaat gewoon uit 3 stappen. Hij begint met het krijgen van threat, gelijk aan het aantal heroes in het spel. En threat wordt weergegeven middels deze schedelfiches. En je hebt de rode voor 1 punt en de blauwe voor 5 punten. Dus in dit geval zou hij 3 threat punten krijgen. En daarnaast krijgt hij 2 kaarten van zijn deck. En dat is dit deck met de draak op de achterkant. Dus dan krijgt hij 2 kaarten bij. En dat zijn meestal kaarten om helden te irriteren, om nieuwe vallen in het spel te brengen of meer monsters op het bord te krijgen. Nadat hij zijn 2 kaarten heeft gepakt, mag hij ervoor kiezen om kaarten uit zijn hand af te leggen om daarvoor meer threat te krijgen. Elke kaart die hij discard geeft hem weer een extra threat punt. Daarnaast mag de overlord na het trekken van deze 2 kaarten nooit meer dan 8 kaarten in zijn hand hebben. Heeft hij er meer, zal hij ze automatisch weg moeten gaan leggen en daar weer threat voor krijgen. De tweede stap van de overlord is het spawnen van nieuwe creatures. Daar gebruikt hij speciale spawnkaarten voor. In dit geval een Beastman War Party. Op deze kaarten zie je 2 symbolen staan. 1 is de kosten die je moet betalen in threat
om dit monster te spawnen. En 2 is wat hij krijgt als hij deze kaart discard. Je zult zien dat alle kaarten deze 2 waardes hebben. De kosten om de kaart te spelen en wat je krijgt als je hem discard. En deze heeft maar liefst 12, maar die levert er 4 op. Maar dat is dan ook weer een hele zware jongen. Maar we gaan even naar het spawnen. Hij kiest ervoor bijvoorbeeld om deze te spawnen. Er zijn wat beperkingen bij het spawnen. Waar mag hij allemaal geen monsters spawnen? Hij mag geen monsters spawnen in de area's die nog niet ontdekt zijn door de helden. De helden staan momenteel nog allemaal achter de deur. Dus moeten we monsterspeler wachten totdat hij monsters mag spawnen. Hij mag geen monsters plaatsen op vakjes waar helden staan of waar obstakels staan. Je mag wel monsters spawnen op plekken waar vallen staan. Daarnaast mogen er geen monsters tevoorschijn komen in de line of sight. Je moet het zo zien, helden kijken gewoon om zich heen. En je moet er gewoon een rechte lijn vanaf het midden van het vakje van de held trekken. En dan kun je kijken wat kan een held allemaal zien. En anders gebruik je dit soort kaarten en dan kun je gewoon kijken van nou, kan die dat vakje zien? Ja, want je kijkt van het midden naar van het andere vakje. Monsters blokken wel de line of sight. Maar als een monsterspeler nieuwe monsters in het spel brengt, tellen die monsters niet als het blokken van de line of sight van helden. Dus zou deze held hier recht naartoe kunnen kijken. En ja, dan kun je daar dus niet spawnen. Dus zal hij hem hier om het hoekje moeten zetten. Dit soort grote jongens. Ja, die passen natuurlijk hier in dit soort gangetjes passen ze wel. Maar mocht daar toevallig een obstakel zijn van bijvoorbeeld rotsen. En deze blokkeren dan wel de line of sight. Maar dan kan die daar niet staan. Dus dan kan die hier. En ja, dan zal die daar ook nooit doorheen kunnen move. Nou, ook weer iets om rekening mee te houden. Daarnaast heeft de monsterspeler een beperkte voorraad aan miniatuurtjes. Wil die een monster spawnen, maar is er geen miniatuurtje meer beschikbaar in de voorraad, dan kan die niet spawnen. Behalve als hij ervoor kiest om een monster wat hij al op het bord heeft te vernietigen en dat ergens anders te plaatsen volgens de regels die ik jullie zojuist heb uitgelegd. En zo werkt stap 2, het spawnen van monsters voor de monsterspeler. De derde stap is dat hij monsters gaat activeren. Elk monster wat hij op het bord heeft en wat zichtbaar is, mag hij activeren. Elk monster mag hij activeren en dat mag hij het maximale aantal vakjes lopen van elk monster en dan mag hij er vervolgens mee aanvallen. Of net zoals met de helden, een combinatie daarvan. En op elke monsterkaart staat gewoon keurig, dit is hoeveel die mag verplaatsen, dit is het aantal leventjes, dit is hoeveel armor die heeft, harnas. Dus dat als je bijvoorbeeld dit monster 4 damage doet, dan gaat er 2 vanaf, want dat is het armor. En dan komt er nog maar 2 door en dan leeft hij nog. Je ziet bij elk monster onderaan een rood. Je zag net op de spawnkaart die ik liet zien, dat moet je waarschijnlijk goed hebben kunnen lezen, zag je dat je 2 beastmen en 1 master beastmen ging spawnen. Je zult zien dat je alleen maar beastmen kaarten hebt in je deck. Ook al draaien ze om, er zijn nog steeds alleen maar beastmen. En jawel, dit zijn de beastmen en dit zijn de master beastmen. En zo heeft elk monster een gewoon monster en een elite monster. En dat staat keurig aangegeven op het speelbord en op de kaartjes. En zo zul je ook zien als monsterspeler heb je hier allemaal monsters. Zijn ze rood, zijn het de elite versies en zijn ze gewoon wit, dan zijn het gewoon de zwakkere broertjes ervan. Dus je hebt hier ook een elite reus. En die kun je dus ook in de miniatuurvormen weergeven. De rode zijn de elites en de witte zijn de gewone zwakkelingen. Heb je niet genoeg rode of witte miniatuurtjes, dat maakt niet uit. Maar je moet wel een miniatuurtje hebben om elk monster weer te kunnen geven. En dat is de laatste stap van de monsterspeler. In dit spel gaan we natuurlijk een dungeon verkennen, monsters bevechten. En in deze quest is het doel om onze grote vriend de reus af te maken. Hebben we dat gedaan, winnen wij. Slaagt de monsterspeler erin ons allemaal af te maken en zijn we al deze puntjes kwijt, ja, dan heeft hij gewonnen. Maar we gaan gewoon goed samenwerken, dan komen we een heel eind. We zien een deur waardoor we niet kunnen zien wat hierachter zit. Een deur openen is eigenlijk heel simpel. Je gaat ernaast staan. Je zorgt dat je tenminste nog 2 movement punten over hebt. Die gebruik je om de deur open te doen. En als je dan nog iets over hebt, mag je verder verplaatsen. Zodra een deur geopend wordt, pauzeer het spel. Want dan moet de monsterspeler zijn grote toverboek erbij pakken. En gaan kijken wat moet ik allemaal neerleggen. En die heeft hier zo'n hele prachtig overzicht. En dat gaat hij dan opzetten. En dan ziet het er als volgt uit. Voordat ik verder ga met het verhaal.
Sommige deuren hebben een speciaal zegel erop zitten. Dat is dit rode zegeltje bijvoorbeeld. Wil je deze deur openen, dan kan dat niet, zoals ik net zei, met de twee verplaatsingspunten alleen. Daarvoor heb je ook nog eens keer de rode sleutel voor nodig. En zo heb je ook een gele en een blauwe sleutel. Dus sommige deuren zijn anders en dat is dus met een goede reden. Dit is wat onze spelers nu te zien krijgen. Je ziet hier rubble liggen, je ziet allerlei soorten monsters. Je ziet er ook al een rode tussen zitten, dus dat is een elite monster. Er ligt wat loot, wat treasure. En nou is het aan de helden. Wat gaan we doen? Voordat de helden deze deur geopend hebben, hebben ze natuurlijk al een keuze gemaakt wat ze gingen doen. Gaan ze rennen? Gaan ze twee keer aanvallen? Onwaarschijnlijk. Gaan ze advancen? Of hebben ze een ready genomen? Laten we zeggen dat deze held ervoor gekozen heeft, en we gaan eventjes op een logische startpositie staan, om een ready round te nemen. Oftewel, hij doet twee stapjes en dan ziet hij ook gelijk deze twee jongens en hij neemt een ready token. Hij kiest ervoor om bijvoorbeeld een guard te doen. Als hij aangevallen wordt, mag hij eerst terug aanvallen. Die legt hij bij zijn character of op zijn character. Verzin iets moois. Dan is held nummer 2, die doet ook iets. Bijvoorbeeld, deze neemt een ren aanval. 1, 2, 3. 4 en die gaat dit monster aanvallen. En dan gaan we gelijk eens kijken hoe een aanval eruit ziet. Goodbye, goodbye.